Bitfood is de online horeca-groothandel van Nederland. Wij experimenteren ontzettend veel met nieuwe vervoersmodaliteiten, zoals elektrisch vervoer, hybride vervoer en klein vervoer. Vandaag doen wij de eerste levering over water van droge kruidenierswaren naar onze klant Poelertse aan de Keizersgracht. Dit doen wij over het water met onze partner Soef City en de laatste miles richting de klant met onze fietscourier Dring Dring. Er zijn een aantal ontwikkelingen in de stad die ervoor zorgen dat het watervervoer weer opnieuw eigenlijk op de kaart komt. Dat het steeds lastiger wordt om de stad in te komen. Het wordt drukker. De kademuren worden vervangen, dus er gaan heel veel wegen worden nog afgesloten. Dus in die zin hebben we hiermee willen laten zien dat we aan het voorsorteren zijn om daar antwoord op te geven. Nou, ik denk in het kader van MVO dat het een ontzettend mooie kans is om samen met Bitfood als Poelertse zijnde te zorgen dat we de stad een stukje schoner kunnen maken. Op deze manier denken we toch dat we een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de stad. En dat we onszelf ook kunnen helpen via de leveringen via het water. Tot nu toe met Amsterdam Vaart hebben we echt een focus gehad op bouwlogistiek. Omdat daar heel veel kansen liggen. Maar we zagen vooral ook echt kansen om dat verder uit te breiden naar stadslogistiek over water. En dat jullie nu deze stap hebben gezet om het ook daadwerkelijk te gaan doen en te laten zien dat dat kan. Daar zijn wij als Amsterdam Vaart heel erg blij mee. Nou, wij zitten natuurlijk aan de gracht. Dus bij ons is het vanzelfsprekend de positie waarin we liggen, waarin we ons bevinden. En er kan ook meer worden geleverd via het water. Zoals we net eigenlijk zagen, dat de boot is vrij groot. Er kunnen heel veel karren op worden gezet. En dat kan niet altijd per vrachtwagen. Vandaag hebben wij samen met Bitfood en Soef City twee klanten beleverd in de binnenstad. Nou, heel gaaf. We zijn met de boot gekomen, daarna is geleverd in de bakfiets. Die elektrisch is komen fietsen hier naartoe. Heel simpel. Past er ook heel veel in, verbazingwekkend. Wat ik tof vind van vandaag is dat ik zelf een bestelling heb opgehaald vanaf een schip van Bitfood aan de kade. Dat bezorgd heb bij de klant. Dat is voor mij uniek. Eigenlijk een heel mooi initiatief, ook lekker Hollands, dus dat is ook heel tof, denk ik. En heel haalbaar ook wel. Ik vond de pilot van vandaag op de eerste plaats ontzettend leuk. Heel mooi om te zien dat het dus best mogelijk is om rolcontainers van de kant op een boot te zetten. Goed om te zien dat de boot die gebruikt is ontzettend veel rolcontainers kan vervoeren en onder elk bruggetje doorpasten. We kunnen met onze schepen relatief makkelijk elektrificeren. Want met één sleepboot kan je meerdere bakken vervoeren. We kunnen gewoon veel volume meenemen naar het hart van de stad, daar waar de pijn het grootst is. Wij liggen er 's ochtends al en wij kunnen een belangrijk deel ook 's avonds doen. En dat zijn eigenlijk de momenten waarop de toeristen er niet zijn op het water. En just in time. Het klinkt gek, ja, we hebben geen speedboot, maar we kunnen wel garanderen dat we daar precies om 8 uur zijn. Want in die zin hebben we geen files. Ik ben mega blij dat dit gelukt is. Afgelopen jaar hebben we met het project Amsterdam Vaart al 11.500 vrachtwagenbewegingen Amsterdam in bespaard. Wij verwachten echt dat 35% van alle goederentransporten over water kunnen gaan plaatsvinden. Dat gaat tijd kosten, maar juist met dit soort initiatieven en juist door bedrijven die hun nek durven uit te steken, zoals Bitfood en Soef City, en het daadwerkelijk laten zien, kunnen we andere bedrijven en ook de gemeente overtuigen dat dit kan en dat dit naar de toekomst toe ook moet.